Vandaag willen we het met jullie hebben over een heel ander onderwerp dan waarover je normaal misschien zou nadenken. Namelijk euthanasie. Het woord euthanasie komt van de Griekse woorden eu en thanatos, wat goede dood betekent. De betekenis volgens het woordenboek is dan ook euthanasie, het laten sterven van iemand die ernstig ziek is, ondraaglijk pijn lijdt en niet meer beter kan worden. Er zijn twee soorten euthanasie, actieve euthanasie en passieve euthanasie. Bij actieve euthanasie wordt een dodelijk middel toegediend aan de patiënt. Bij passieve euthanasie wordt geen behandeling meer gedaan om de patiënt in leven te houden en gaat de patiënt dus dood. De meeste mensen die een verzoek doen tot euthanasie zijn al oud, maar soms zijn het ook jonge mensen. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat het verzoek door een arts kan worden goedgekeurd. De patiënt moet aan een ernstige aandoening lijden die het gevolg is van een ziekte of ongeluk. De situatie moet uitzichtloos zijn. De patiënt kan hoe dan ook niet meer beter worden en er is geen ander vooruitzicht dan dat de patiënt zal sterven. Bijvoorbeeld als de behandeling voor het verminderen van fysieke pijn ervoor zorgt dat de patiënt controle over zijn of haar leven en lichaam verliest of geen waardigheid meer overhoudt en de patiënt vindt dit ondraaglijk, dan is dat een reden voor euthanasie. Een reden voor euthanasie is ook als de aandoening ervoor zorgt dat de patiënt niet meer kan communiceren en daardoor in eenzaamheid belandt. En als de patiënt die afzondering ondraaglijk vindt, dan is euthanasie vaak goedgekeurd. De patiënt moet meerdere keren een aanvraag doen tot euthanasie, verspreid over meerdere dagen, zodat het zeker weten geen impulsieve beslissing is. De patiënt moet door de arts volledig geïnformeerd zijn over zijn of haar situatie met alle mogelijke vooruitzichten. Alles moet overwogen zijn en de patiënt moet een volledig bewuste keuze maken. De patiënt mag geen druk hebben ondervonden van buitenaf, zoals familie of vrienden of andere dingen. Het moet zijn of haar eigen beslissing zijn. Mensen met dementie zijn niet altijd in de positie om te beslissen over het beëindigen van hun leven. Dit kunnen mensen voorkomen door een wilsverklaring op te stellen. Daarin staat onder andere wat er moet gebeuren als hij of zij zich in een ondraaglijke en uitzichtloze situatie bevindt. Voor kinderen in dezelfde situatie is het moeilijker om euthanasie aan te vragen. Kinderen onder de 12 jaar kunnen geen aanvraag doen tot euthanasie. Hier ligt de beslissing bij de ouders of voogd. Kinderen tussen de 12 en 15 jaar mogen vragen om euthanasie, maar moeten toestemming van hun ouders of voogd hebben. Jongeren van 16 of 17 jaar mogen zelf vragen om euthanasie, maar de arts moet het ermee eens zijn. Pas vanaf 18 jaar heb je het recht om verzoek te doen om euthanasie. Als je natuurlijk aan de eerder genoemde eisen voldoet. Een arts moet het verzoek tot euthanasie goedkeuren. Hierbij moet hij zich houden aan een aantal belangrijke eisen. Eis nummer 1. De arts is ervan overtuigd dat het verzoek vrijwillig is ingediend en dat er goed over nagedacht is. Eis nummer 2. De arts is ervan overtuigd dat de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Eis nummer 3. De arts heeft de patiënt verteld over de situatie waarin deze zich bevindt en over zijn of haar vooruitzichten. Eis nummer 4. De arts heeft samen met de patiënt besloten dat er voor de situatie waarin hij of zij zich bevindt geen redelijke andere oplossing is. Eis nummer 5. De arts heeft tenminste één andere onafhankelijke arts geraadpleegd. Die de patiënt ziet en die zijn oordeel gegeven heeft over de andere zorgvuldigheidseisen. En als laatste. De arts is zorgvuldig bij het uitvoeren van de levensbeëindigende behandeling. Voordat het verzoek tot euthanasie van de patiënt is goedgekeurd door een arts, wordt er een datum bepaald waarop de patiënt zal overlijden. Wanneer het zoveel is, zal het de patiënt zo prettig mogelijk worden gemaakt. Hij of zij kan zelf bepalen of er mensen bij de behandeling mogen zijn en hoe het zal verlopen. Bij de behandeling wordt er eerst een aantal gram van de stof thiopental of propofol toegediend. Door deze stof komt de persoon rustig in een pijnloze coma. Hierna wordt een aantal milligram van de spierverslappend middel toegediend, waardoor de ademhalingsspieren van de patiënt verslappen en het hart stopt met kloppen. Hierna is de patiënt officieel overleden. Mijn antwoord op de stelling. Euthanasie vind ik dat niet overal legaal moet worden. Ik vind wel dat het af en toe in sommige situaties ietsje makkelijker moet worden gemaakt. Maar helemaal legaal, nee.
Ja, daar ben ik het mee eens. Euthanasie zou overal legaal. Ja. Ik denk dat het een vrije keuze moet zijn of mensen dat wel of niet doen.